Op 10 januari heeft de regering het besluit van de procureur-generaal over de uitvoering van het 8 december strafproces ontvangen. Het Openbaar Ministerie heeft aangekondigd dat veroordeelden schriftelijk op de hoogte zijn gesteld en zich op vrijdag op diverse detentielocaties moeten melden. De regering neemt maatregelen om de veiligheid te waarborgen met een speciaal veiligheidsplan dat momenteel wordt uitgevoerd. De nadruk ligt op een zorgvuldige uitvoering van het vonnis volgens de principes van de rechtsstaat. In opdracht van het ministerie van LVV is er afgelopen zondag een begin gemaakt met het omrasteren van de stalweide in de Nanipolder, welke bekend staat als blok 3. Dit was dringend nodig omdat door verwijdering van de omrastering door derden vee uit de weide wegliep en heel veel schade hebben aangericht aan de gronden van paddyboeren in het gebied. Ook zijn vele koeien gestolen en vergiftigd. Zowel de paddy- als veeboeren omschrijven de situatie als ellendig. Met de omrastering moeten deze problemen tot het verleden gaan behoren. En vertegenwoordigers van UNDP brachten dinsdag een kennismakingsbezoek aan de minister van ROM. Daarbij bespraken ze elkaars doelstellingen met de nadruk op het verkrijgen van fondsen voor klimaatfinanciering. Het ministerie vroeg ook om ondersteuning voor capaciteitsversterking en benadrukte de behoefte aan bewustwording in de samenleving. Beide partijen concludeerden dat 2024 een jaar van actie zal zijn, gericht op het bevorderen van duurzaamheid en veerkracht in Suriname.